Voor de Ruitenhuis hebben we sleutelhangers verkopen. Oftewel dat ze zelf kunnen komen maken. Knutselen met de workshops kalmeert uiteindelijk de persoon zelf die dat het eigenlijk aan het doen is. Dus misschien ideaal voor de kinderen met psychische problemen om dus ook het knutselen mee te integreren in hun dagelijks leven. Ik vond een rode neus wel een schoon concept. Maar een rode neus is niet dat je gemakkelijk op zak houdt, zal ik maar zeggen. Ten opzichte van een sleutelhanger kun je gemakkelijk aan je sleutel hangen, een sleutelbos hangen. En dan zien de mensen toch tenminste dat je het initiatief eigenlijk wel steunt.